Het Nijmees College van Burgemeester en Wethouders heeft Rijkswaterstaat in een brief opgeroepen om de Waalbrug eerder een schilderbeurt te geven dan nu het plan is. Afbrokkelende roest en verontruste inwoners zijn reden voor het college om de druk wat op te voeren. In het voorjaar van 2019 werd gestart met een grote onderhoudsbeurt voor de iconische brug. Destijds moest de boog van de brug ook geschilderd worden. Doordat er in de huidige verf de giftige stof chroom 6 werd aangetroffen, kwam Rijkswaterstaat voor nieuwe uitdagingen te staan. De chroom 6 zit in de verf en zolang je die niet aankomt gaat het goed. Maar ja, als je de verf gaat verwijderen, dan moet je wel maatregelen treffen. Dus wij gaan een werktent plaatsen. Als we met de chroom in aanraking komen, dan zit er een werktent omheen. Dat we daar verder geen invloed hebben op de omgeving. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen liet in 2020 al weten dat het verwijderen van de oude verflaag, met daarin het gevaarlijke chroom 6, samen met een nieuwe schilderbeurt, zou zorgen voor een prijskaartje van 70 tot 80 miljoen euro. Dat vonden ze te veel en daarom werd de conclusie getrokken dat de brug in de huidige staat nog wel 10 jaar mee kon. Hierdoor werd het schilderwerk uitgesteld tot 2030. Inmiddels ligt de brug er niet al te fraai meer bij en brokkelen stukken roest ook regelmatig af. Om die reden zijn er vorige maand zwarte netten onder de brug gehangen om eventuele vallende brokstukken op te vangen. Maar voor de gemeente is de maat vol, liet ook raadslid Gerry van Kampen recent weten. Die netten zijn een tijdelijke oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat die netten 6 jaar moeten blijven hangen. Dan moeten ze tussendoor leeggehaald worden of zoiets dergelijks. Het is echt gewoon een hele stomme oplossing. Het is geen oplossing. Ja, er moet nu wat aan gedaan worden. Ik bedoel, we zien allemaal in welke staat de brug verkeert. En daar moet gewoon iets aan gedaan worden. Iedereen die zegt, het kan nog wel even, die moet zichzelf in de spiegel kijken en dan krijgt hij vanzelf een hele lange neus. Wethouder Cilia Damen benadrukt tegenover Rijkswaterstaat nog eens dat andere bruggen, waar later chroom 6 op is aangetroffen dan in Nijmegen, wel eerder aan de beurt zijn. Zij vindt het daarom logisch dat de planning voor de Waalbrug wordt vervroegd. Rijkswaterstaat zelf laat weten naar het verzoek van de gemeente te zullen kijken, maar niet verwacht dat het ook daadwerkelijk eerder kan.